Ja, ja, I love it. Zeker. Het is tijd voor de finale van de show. Het is tijd voor de Him for the Weekend Game Changer. En ik heb al een tipje van de sluier gelicht over het thema. Want dat staat op dit papier. Wat denken jullie dat het is? Ik denk het Eurovisie Songfestival. Ik denk het niet eigenlijk. Oh. Ik denk de kabinetsformatie. Oké, het is allebei niet. Oh. Het Songfestival heb ik bewaard bewust voor volgende week. Want dan vindt de finale plaats. Dus dan weet je dat alvast bij er ook weer. Dus dan is dat de gamechanger. Maar deze week gaat het om eindexamens. Oh jeetje. Oh. Ja. Mijn broertje gaat eindexamen doen, dus ik zit er middenin. Wordt die gematst? Ja, vorig jaar ja, eigenlijk, ze geen eindexamen. Nou ja, eigenlijk wel. Maar ik vind het ergens ook weer best wel zielig. Want ik weet nog van mijn eigen eindexamen. Ik vond dat best wel een leuke periode. Je sluit iets af. Iedereen met wie je al jaren dingen doet op school, dat wordt afgesloten op een hele feestelijke manier. En eindexamen zelf is best wel leuk om te doen. Je kunt het met elkaar nabespreken. Er verschijnen allerlei memes op internet. En zo. Je kunt klachten indienen bij de examencommissie. Ja, dus het is best wel gewoon. Het is gewoon iets leuks om mee te maken. En nu hebben ze dat gewoon niet. Geen gala, geen laatste schooldag of geen stunt of zo. Het is gewoon allemaal een beetje net. Niet een beetje matig. Ik vind het zielig. Ja. Nou, dan gaan wij toch een beetje terug heen op de radio. Ja. Okay. Want zoals je zegt, einde staan we het begin dus aanstaande maandag. Gedurende 2 weken. Ik heb een gamechanger opgezet. Met allemaal schoolvakken van de middelbare school en bijbehorende vragen. Oh jee. Ik hoop een vraag over natuurkunde. Nou, ik hoop het niet, want daar keek ik altijd af. Ik heb even kijken. Ik kan niet eens tellen, laat maar. Ik heb in ieder geval heel veel verschillende vakken. En jullie mogen dus gaan dobbelen. Dan hoor je eerst welk vak je krijgt. En vervolgens krijg je er een vraag bij. Nou, wat leuk. En dat om en om. En dan gaan we natuurlijk weer op een liedje doen wat erbij hoort. En dat liedje vandaag is School's Out van Alice Cooper. Oh, ja, dat is wel lekker. Ja. Toepasselijk. Zijn jullie er klaar voor? We gaan ervoor. Ja hoor. Dominique mag zo meteen beginnen met dobbelen. Maar eerst natuurlijk de Game Changer. Wow. De Him for the Weekend Game Changer. 2. Geschiedenis. Oh. In welke eeuw begon de industriële revolutie? Jezus, man. Wil gok. 18e eeuw. Helemaal goed, puntje voor jou. Oh, gokt. 4. 4. Engels. Ja. Wat bedoelt een Engelsman als hij zegt break a leg? Succes. Ja, natuurlijk. 3. 3. Wiskunde. Hoe heet de stelling waarmee je de hypotenusa uitrekent aan de hand van 2 rechthoekige zijden? De stelling van Pythagoras. Nou, wat goed. Wauw. 4 weer. 4. Nederlands. Ja, oh, ja. We blijven een beetje in de talenhoek. Ja. Ik heb hem zojuist ge-e-maild. Spel het woord ge-e-maild. G-E-E-M-A-I-L-D. Nou, je vervalt het tweede streepje. Het is G-E-E-M-A-I-L-D. Dat moet je echt voor je zien, hè? Ja, klopt. 5. Jij krijgt Duits. Wat betekent het Duitse woord Ausfahrt? Is dat uitvaart, afslag of uitstoot? Afslag. Ja, wat goed. Ausfahrt. De grootste stad van Duitsland. De grootste stad van Duitsland, inderdaad. Ja, niet 2. 2. Natuurkunde. Oh, ja. Wat is de eenheid van energie? De eenheid van energie, E2. Joule. Oh ja, tuurlijk. Oh, dat. Ja, ik keek al wat af, hè. 4. Nummertje 4. Scheikunde. Voor welke stof staat de scheikundige formule CO2? Lucht. Koolstofdioxide. Oh ja, natuurlijk. 5. We gaan het rijtje afgenomen vandaag. Je krijgt CKV. Welke Nederlandse kunstschilder staat bekend om zijn felgekleurde vierhoekige vakken? Piet Mondriaan. Ja, helemaal goed. Ja, het is geluk. 1. 1. Economie. Wat is op dit moment de AOW-leeftijd? Je mag er een half jaar naast zitten. 67. Dan zit je er net iets meer dan een half jaar naast. Dat is 66 en 4 maanden. Oh. Helaas. 6. 6. Muziek. Hoe noem je op een drumstel de trommel met snaren aan de onderkant? De trommel, de snare. De snare? Helemaal goed. Wauw. Oké. Okay. 3. Bewegingsonderwijs. Daar keek ik af. Jim. Hoe heet de test waarbij je in een steeds hoger tempo een afstand van 20 meter moet afleggen? Piepjestest. Inderdaad, piepjestest of shuttle run test. Shuttle run, ja. Oh ja, bij ons. Ja, goed. Waar mensen kotsen te lang zaten. Nummer 2. Aardrijkskunde. Ja. Welk Europees land heeft in 2018 zijn naam veranderd op aandringen van een buurland? Oh, dat weet ik niet. Noord-Macedonië.
Oh. Dat heette eerst Macedonië, maar er is ook een Griekse provincie die zo heet. En dat mocht niet meer. Oh, oké. Okay. Vijf. Biologie. Met welke greep kun je iemand helpen die dreigt te stikken in iets wat in zijn keel vast zit? Welke greep? De wurggreep. De Heimlich-greep. De Heimlich, ja. Nummer 6. Je gaat echt een rijtje af, hè? Geschiedenis. Na drie koningen en drie koninginnen is Willem-Alexander momenteel ons staatshoofd. Maar hoe heette die drie koninginnen? Juliana, Wilhelmina, Beatrix. En? Ja! Drie. Wiskunde. Hoe wordt het getal 3,14 ook wel genoemd? Pi. Ja. Hé, gaan we terug. Natuurkunde. In 2019 verscheen de allereerste foto van een zwart gat in de ruimte. Hoe ontstaat een zwart gat? Wanneer een ster explodeert, ontstaat er heel veel zwaartekracht. En daar kunnen andere objecten in de ruimte ingezogen worden. Ja, het is implodeerd, maar rekening goed. Ja. Vijf. Engels. Wat ligt noordelijker, Schotland of Noord-Ierland? Niet mij aan kijken. Noord-Ierland. Nee, Schotland. Oké. 2. Nederlands. Het is De Telegraaf, Het Algemeen Dagblad en De Gelderlander. Maar welk lidwoord hoort bij NRC? Het NRC. Nee, de. Oh. Het is De Courant. Oh ja, dat is, nou ja. 3. Duits. Wat betekent het woord geschwister, waar in het Nederlands niet één woord voor bestaat? Geschwister? Geschwister. Geschwister? Oh, dat weet ik niet. Broers en zussen. Oh. 3. Ja. 3. Scheikunde. Hoe heet de... Jullie staan gelijk, dus dit wordt de bepalende vraag voor jou, Miguel. 3, ja. Scheikunde. Ja. Hij is niet moeilijk. Denk goed na. Hoe heet de overgang van een vloeibare stof naar een gas? Smelten. Nee, verdampen. Oh, verdampen. Oh. Nee, dan blijft het niet tegelijk. Dan gaan we gewoon door omdat er iemand een punt scoort. Shootout, okay. Ja. Dominique, jij krijgt muziek. Oké. Okay. Als de mens spreekt van crescendo, wordt de muziek dan harder of zachter? Hoe? Crescendo. Zachter? Nee, harder. Oh. Miguel, 3. Aardrijkskunde. In welk jaar is de provincie Flevoland opgericht? Je mag er 5 jaar naast zitten. De provincie, dat weet ik echt niet. 2000. In 86, dat is ook niet. 2019. Ja. Dominique, biologie voor jou. Waar of niet waar? Vleermuizen en mollen zijn blind. Waar? Nee, is niet waar. Ik heb nog maar 1 vraag over, dus dit is echt een bepalende vraag. Miguel? Daar gaan we. Natuurkunde. Nou, niet weer. Hoe lang heeft onze zon nog te leven? Hoe lang heeft onze zon nog te leven? Dat heeft nog nooit iemand mij verteld, hoor. Oneindig. Nee, dat is niet oneindig. Nee. Nee, maar hoe kun je dat? Ik kan toch geen getal hierover noemen? Dat zijn echt een triljarden jaren. Nee, het is een x miljard jaar. En dat getal, die x, dat is 1 tot 10. Nou, ik zou zeggen... x. X aantal jaar te leven. Noem het altijd 1 en 10. 8. Nee, 5. Over 5 miljard niet. Jaar is onze zon opgebrand. Nou, dan blijft het een gelijke stand. Kan er niks anders van maken. We zijn echt een beetje equal vandaag. Vandaag gaat het inderdaad hard gelijk op, moet ik zeggen. Ik hoop dat NEC het beter doet. Ik wou net zeggen. NEC, we gaan zo meteen kijken. Wat gaan ze doen? Tegen wie spelen ze? En is er kans om te winnen? Wordt het zo meteen? Of de paradijs wordt? Wordt het ook zo meteen? Welkom bij de cursus Weekend voor Behimmers. Allereerst duimpje omhoog doen, daarna delen met je vrienden en natuurlijk volgende week weer kijken. Yes,